Goedenavond. Dit is nog zo'n ouderwetse microfoon die je zelf moet vasthouden. Classic. Mijn naam is Arjen Kamphuis. Ik hou me bezig met informatiebeveiliging voor journalisten, advocaten, maar ook voor bedrijven om ze te beschermen tegen de wat meer serieuze bedreigingen. Dus in het geval van bedrijven is dat bedrijfsspionage, het stelen van spannende geheimen. En in het geval van journalisten gaat het meestal om bronbescherming en ook het beschermen van het verhaal. Afgelopen zomer was er in Oostenrijk ook een wetsvoorstel wat elementen had die we hier ook bij de WIF/Sleepwet ook wel zien. En mijn collega Bill Binney, de voormalige technical director van de NSA, en ik werden gevraagd om daar wat mensen toe te spreken over waarom wij dachten dat die wet een slecht idee was. Daar is ook Max Schrems, die succesvol Facebook heeft aangeklaagd en daarmee Safe Harbor heeft opgeblazen. Hij gaat nu ook voor Privacy Shield, dus we hebben goede hoop dat dat ook gaat omvallen. Dat zou mooi zijn, eventually. We hebben daar allebei 10 minuten mogen spreken ter overstaande van de verzamelde Oostenrijkse pers. Die stonden dus aan de andere kant van deze foto's, een hele kudde camera's. Spectaculair. 10 dagen later werd het wetsvoorstel door het Oostenrijkse Hoge Rechtshof afgeschoten. Oostenrijk heeft dus een Hoge Rechtshof en die hebben ook grondwettelijke toetsing van wetten aan hun grondwet. 2 dingen die Nederland helaas niet heeft. Dus we hebben zometeen Nederland met een goede kans die wel zo'n wet heeft en Oostenrijk die niet zo'n wet heeft. En nou, het zijn in veel opzichten vergelijkbare, moderne, westerse, industriële, high-tech landen. Dus nou, het is een N-2-studie, het is niet ideaal, maar we gaan gewoon even wat vergelijkend onderzoek doen de komende jaren of het gaat gebeuren. Er werd net door Kees terecht opgemerkt dat er zijn toch wel een heleboel mensen heel erg wantrouwend naar die overheid toe. Ik denk dat, zeker op dit dossier zijn daar hele goede redenen voor, waarover zo meer. Verder denk ik dat inderdaad democratie is natuurlijk niet een kwestie van vertrouwen, maar juist een kwestie van georganiseerd en geciviliseerd wantrouwen. En als wij onze overheid konden vertrouwen, dan hadden we geen verkiezingen nodig. Het is juist omdat we uit de historie weten dat je dat niet moet doen, dat we af en toe even elke zoveel jaar op een resetknop drukken. En dan moet iedereen weer even uitleggen waarom die macht heeft. Dit is één pagina uit het net uitgekomen jaarverslag van de IVD. En ik heb het gisternacht met interesse zitten lezen. Dit is dan de gordel van instabiliteit, noemen zij. Dat zijn allemaal landen best wel een beetje ten oosten en zuiden van ons, waar allemaal dingen gebeuren. Er worden allemaal ook landen genoemd. Libië, Egypte, Irak, Syrië, Saoedi-Arabië, ISIS. Is niet een land, maar toch ook wel een dingetje. Ik zat dat zo eens te lezen. En een beetje ook met zo gewoon de geschiedenis van vanaf het begin van deze eeuw in het achterhoofd. En ik dacht al die landen. Ja, dat is allemaal gedoe en zo. Problemen zijn problemen voor ons, zijn het ook bronnen van problemen. Maar wat ik een beetje mis in deze analyse, en veel belangrijker, wat ik volledig heb gemist in Nederland in het debat over deze hele wet, al het laatste jaar, is de simpele vraag van, waarom is het opeens weer zo'n probleem? Want in de 20e eeuw hadden we ook een aantal terroristische organisaties, met name in Europa, de IRA, de ETA, de Rode Armee-fractie, de Rode Brigades in België. En die bestaan allemaal niet meer als terroristische organisaties. Die zijn opgerold, ontmanteld en de IRA is gewoon een Ierse politieke partij geworden, mostly. Er bestaat nog een IRA, maar die laten niet meer elke week bommen ontploffen in Londen. Dus dat probleem is verdwenen. Opmerkelijk. Dat is dus heel goed gelukt. En dat is gelukt zonder dat we ooit Dublin of Belfast zijn plat gaan bombarderen. Dat is een belangrijk ook detail. Dus wat ik een beetje gemist heb in de hele discussie is gewoon de simpele discussie van, zou het misschien ook iets met ons te maken hebben, die problemen? Hè? Het feit dat wij maar allemaal wapens blijven sturen naar die landen steeds. Want de enige chemische wapens die Saddam ooit heeft gehad, die had hij van ons gekocht. Hè? Dat is even gewoon helder zijn. En ook Iran natuurlijk, die hebben nog steeds allemaal westerse straaljagers. Ze vliegen niet zo goed meer. En een kerncentrale, allemaal vanuit het westen gekregen met financiering van de World Bank en zo vaak zelfs. ISIS natuurlijk ook, hebben veel Amerikaanse Humvees en geweren en allerlei ander spul. En dat hebben ze dus direct of indirect, maar in sommige gevallen ook direct van ons gekregen. Ook onze steun aan niet-democratische regimes, want we hebben dan formeel een hekel aan dictators. Maar er zijn altijd wel 2 soorten dictators. Hè. Er zijn slechte dictators, die mag je bombarderen. En hun bevolking ook.
eigenlijk onbeperkt. En we hebben ook goede dictators. En die krijgen gewoon bezoek van onze koning en handelsrelaties en de dingen. En wat dan de verschillen zijn tussen die twee is mij nooit zo duidelijk. Behalve dat volgens mij de goede dictators die zijn bereid hun spullenboel aan ons te verkopen voor een prettige prijs en de slechte niet of zo. Maar dat is een beetje vaag. Nou ja, en er zijn natuurlijk een serie militaire interventies geweest. Die hebben eigenlijk zonder uitzondering de problematiek vergroot. En Irak was niet het leukste land om te wonen, maar het was wel stabiel. En iedereen had een woning en dat had goede gezondheidszorg en 99% geletterdheid en goede infrastructuur. En een hoge levensverwachting. Zelfs nadat er 500.000 kinderen zijn doodgegaan door de gevolgen van de sancties in de jaren 90. Hetzelfde geldt trouwens voor Libië, het ene welvarendste land van Afrika, voordat wij de zaak volledig hebben plat gebombardeerd en het hebben veranderd in een soort Afghanistan 3.0. En nu er geen Libische kustwacht meer bestaat, stroomt dus half Afrika via Libië leeg de Middellandse Zee in, met allerlei vervelende politieke consequenties. Dus in ieder geval, de war on terror is wel een vrij heftige mislukking, zeg maar. Gek genoeg staat in het IVD-rapport, in de gordel van instabiliteit, wordt Afghanistan helemaal niet meer genoemd. En misschien is dat zo omdat niemand eigenlijk meer weet wat we daar nog doen, zeg maar. En ik vraag dat met enige regelmaat ook aan mensen uit, zeg maar, NAVO-kringen, in en uit uniform. En niemand de laatste 2 jaar heeft mij kunnen uitleggen wat we daar nog doen. Dus het is toch een beetje vreemd dat je ergens bent met een leger, maar dat je niet weet maar waarom. Dat zou niet moeten mogen, zeg maar. Dus op zijn best zijn we een beetje verward. En doen we dus constant dingen die de zaken erger maken. Sterker nog, alle grote bronnen hier van terrorisme, dat zijn dus onze eigen, zeer recente, in de geschiedenis in mijn leven, onze eigen policy fuck-ups geweest. Dus nou, dat is toch opmerkelijk. Maar het is heel opmerkelijk is dat we het daar dus gewoon nooit over hebben. En als je niet het over de oorzaak hebt, ga je ook nooit het probleem fixen. Dan ga je alleen maar een beetje pappen en nat houden. Amerikaanse Humvee onder controle van ISIS. Een van de beroemde studies van de gevolgen van de invasie op Irak. 650.000 doden in de eerste 4 jaar. Vrijwel allemaal burgers, vrijwel allemaal door geweld. En natuurlijk een bekende meneer die wij in de jaren 80 bewapend getraind en opgeleid hebben om tegen de Russen te vechten. En daarna liep het een beetje uit de hand. Het is niet helemaal goed afgelopen, zeg maar, dat project. En natuurlijk westerse leiders, goede vrienden van Gaddafi, totdat we opeens weer niet weer goede vrienden waren. Dat was ook een beetje een gek verhaal. Wat Rico ook al zei eerder, de Britse equivalente law is net door het Europese Hooggerechtshof heeft een tik gekregen. En ik denk eerlijk gezegd dat onze wet hier ook uiteindelijk gaat eindigen, in ieder geval in huidige vorm. En ik ben er zeer voor. Ik hoop ook echt dat we een evaluatie gaan doen. Ik zou ook met Clem, Kees en zijn collega volksvertegenwoordigers willen adviseren om niet alleen te kijken of er niet ergens technisch gezien misschien de wet is overtreden, maar veel belangrijker, gewoon op zoek gaan met kaarsjes naar bewijs dat het ergens goed voor is. En de eerste manier om nu al te gaan evalueren, gewoon de komende 2 jaar een beetje voorkoken, om te kijken of die wet effectief is, is om te kijken of 1 van de 20ste eeuwse terreurincidenten in Europa, die heeft geleid tot slachtoffers, voorkomen had kunnen worden met de wet en de middelen die daarin staan. Want ik heb er redelijk vaak in detail naar gekeken. En wat ik zie is dat van de meeste terroristen die we hadden in Europa in deze eeuw, die waren vrijwel zonder uitzondering allemaal al bekend. 14 van de 24, waar een lijstje van is gemaakt door de Spiegel, daar stond zelfs een arrestatievoorstel op open. Diverse hadden gewoon hun wapentraining in Syrië op een Facebookpagina staan. En ze belden allemaal met elkaar zonder versleuteling op mobiele telefoons die op hun eigen naam stonden. Toch was het bloed in Parijs nog niet droog, of Europese politici begonnen al te roepen dat encryptie verboden moest worden. En binnen 2 dagen leerden we natuurlijk dat encryptie helemaal geen rol had gespeeld in het voorbereiden van die terroristische aanslag. En dus als er een heel patroon is, en dat zien we dus na iedere aanslag, dan worden er dit soort dingen geroepen. En dan vrij snel leren we dat datgene wat men meteen riep naar aanleiding van het incident, had het incident helemaal niet voorkomen. En dan blijf ik natuurlijk als burger een beetje in vertwijfeling achter. En wat het meest positieve wat ik dan kan denken van mijn politici en bestuurders, is dat ze gewoon niet zo competent zijn. Dat is wel erg genoeg. Maar mijn achterdochtige brein als security meneer zegt dan, nou, misschien is er nog iets ergs aan de hand. En dat durf je eigenlijk niet aan te denken, want is er een soort politieke agenda om encryptie te verbieden. Niet om terrorisme te voorkomen, want dat doet het helemaal niet. Maar omdat men gewoon niet wil dat wij als burger kunnen praten zonder dat anderen kunnen meekijken. Kijk, massasurveillance is helemaal niet goed, namelijk om
terreur te voorkomen. En dat is niet alleen mijn mening, dat is ook de mening van mijn beide collega's die allebei jarenlang bij de NRC hebben gewerkt. Die zeggen ook allemaal, dat werkt helemaal niet. Dat moet je helemaal niet doen. Daarom zijn ze er ook boos weggegaan na september 2001. Maar ook diverse gedetailleerde onderzoeken, peer-reviewed, wetenschappelijk keurig en niet door politieke verdachte organisaties, maar juist hele conservatieve organisaties. Eigenlijk iedereen die hier serieus naar kijkt, met kennis van geschiedenis, met kennis van inlichtingmethodiek, zegt, als je doel is het voorkomen van terroristische aanslagen, dan is massasurveillance, er is gewoon geen historisch bewijs anywhere dat het helpt voor het gestelde probleem. En dat doet mij dus een beetje zorgen maken over dat we dus een oplossing voorstellen die aantoonbaar niet helpt voor het gestelde probleem. Maar die misschien wel andere dingen doet, zoals de repressie van goede journalistiek en dat soort zaken. Ja, het opslaan en delen van data, ja, wat kan daar nou fout mee gaan? Hè? Toch? En ook als je data gaat delen weer met andere partijen, ja, wat kan daar nou fout mee gaan? Ja, dat zouden we toch in Nederland moeten weten, zou ik zeggen. Want daar hebben we voorbeelden van. Dat zijn geen leuke voorbeelden, daar praten we ook liever niet over die voorbeelden. Meestal als ik dit laat zien aan studenten, hebben ze het plaatje nog nooit gezien. En dat zijn toch de mensen die zo meteen allemaal slimme dingen moeten doen in onze samenleving. Daar schrik ik altijd een beetje. Dus dit zijn dan wat landen waar inlichtingen mee worden gedeeld. Wij delen spullen met onze grote NAVO-broer aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En die delen het dan weer met in ieder geval al deze partijen. Dus er zitten ook landen als Saoedi-Arabië tussen en zo, waar vrouwen hun hoofden worden afgehakt als ze worden beschuldigd van verkrachting of hekserij. We weten dan niet waar die landen het allemaal weer mee delen. We weten ook niet echt wat voor soort regering er in Saoedi-Arabië zit over 10 jaar. En wat die dan willen doen met de data die ze dus nu via de Amerikanen van ons krijgen. Dit zijn dus allemaal vrij spannende dingen. Dit nog even afgezien van het feit dat we dankzij Snowden onder andere weten, zonder enige twijfel, dat de NSA zelf natuurlijk geen geheimtje kan bewaren. Die zijn zo lekker als een mandje. Meneer Snowden liep met duizenden above top secret documenten de deur uit. En het waren er zoveel, en uit zoveel verschillende bronnen, dat de NSA tot op de dag van vandaag niet zeker weet wat hij nou wel en niet heeft meegenomen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die andere data. En denken we nou echt dat van de 70.000 contractors die al decennia lang bij de NSA rondlopen, dat Snowden de enige is die ooit een keertje iets meegenomen heeft? Nee. En we weten ook dat hij nu niet de enige is. Ook anderen hebben grote bakken met data mee naar huis genomen. En Snowden ging dan gelukkig mee naar de pers en daarom weten wij het. Anderen hebben het misschien gewoon verkocht aan de Chinese inlichtingendienst voor ons kundige zak met geld. We don't know. Dus dat is een probleem. Nou ja, dan is het die grote bergen data. Als we ze gaan aanleggen, en hoe groot of klein ze dan zijn, daar kunnen we over discussiëren. Zeker de NSA legt hele grote bergen data aan. En om dat te kunnen doen, en gooit het dus nooit weg. Ze zijn net begonnen met de bouw van een nieuw datacenter even buiten Washington. Omdat die van Utah van 100.000 vierkante meter bijna vol is, kennelijk. Dus dat is 100.000 vierkante meter harddisken. Meerdere verdiepingen hoog. Die is bijna vol, omdat ze gewoon de wereld tappen. En nu komt er dus eentje die 3 keer zo groot is in Washington erbij. Dit is een van de NSA-interne slides die we dankzij Snowden hebben. En de NSA die noemt dat strategic partnerships. Nou ja, met mijn perspectief als Europeaan zou ik zeggen, dus je zegt me eigenlijk dat jullie al die technologie expres lek hebben gemaakt, zodat jullie beter kunnen spioneren als mijn samenleving op die doosjes draait. Cisco die kwam eerder ook al even te sprake. Die zitten ook bij. Maar eigenlijk gewoon al die spullen. Als je in Nederland al deze doosjes uitzet van al deze bedrijven, dan zet je gewoon Nederland uit. Dan zijn gewoon de Albert Heijn's leeg, zou ik maar zeggen. Omdat de logistieke ketens niet meer werken en kunnen we niet meer bellen. En dus ook de brandweer niet meer bellen. Dat is best vervelend. Dat betekent dus ook dat onze hele samenleving kwetsbaarder is, omdat de NSA heel graag massasurveillance wil plegen op de hele planeet, die aantoonbaar niet helpt tegen terrorisme, het gestelde probleem. Terrorisme dat exponentieel veel erger is geworden door het beleid van diezelfde Amerikaanse overheid, door oorlogen op allerlei plekken. Volgt u hem nog? Er zitten wat problemen aan dit hele verhaal, zeg maar. Op allerlei niveaus. Dus de Nederlandse overheid in ICT. Een heel verhaal op zich. Daar zou je een avond mee kunnen vullen. Kees weet het ook. En is gelukkig een van de mensen die daar, en een van de weinige mensen die daar af en toe moeilijke vragen over stelt. Ton Elias mocht er naar kijken. Want als je natuurlijk grote financiële problemen en corruptie binnen de overheid wil blootleggen, dan bel je Ton Elias van de VVD.
ja, ja, je kan het bijna niet verzinnen. Het is grappig. De conclusie van het rapport, na meer dan 2 jaar studeren, ik heb een aantal keren ook mogen inspreken, was dat de overheid per jaar tussen de 1 en de 5 miljard verliest met mislukte IT-projecten. Dat is al een mooie spread, hè? Tussen de 1 en de 5 miljard. Dan zeg je dus eigenlijk, we hebben geen clue. En dat was al minstens 10 jaar, maar het zou ook wel 15 kunnen zijn. Dus ja, volgens mij... En nou ja, er wordt even hartelijk gelachen over het feit dat zij beide allerlei afkortingen niet wisten. Dus dat gaf ook... Dus ja, dit allemaal wetende, denk ik, kijkende naar mijn overheid, en ik ben nogal links opgevoed, en ik zou echt heel graag willen dat mijn overheid moedig, rechtvaardig, rechtmatig, competent was, en al dat soort mooie woorden. Alleen ik zie het gewoon niet. Ik zie het niet in de praktijk. Er is niks wat ik kan observeren aan het gedrag van de Nederlandse overheid dat mij vertrouwen geeft dat ze a, überhaupt snappen wat het probleem is, dat de dingen die ze doen om het probleem op te lossen, dat die enigszins bewezen effectief zijn, en dat dan de technische spullen die daaronder horen, dat ze in staat zijn om dat goed te mannen. Want het is allemaal nogal problematisch, en dan nou ja, zeg ik het dus netjes. Dus ja, dat maakt mij toch wat wantrouwig tegen dit geheel. En ja, ik ben inderdaad heel benieuwd naar de evaluatie over 2 jaar. Met name hoe die zal gaan en op welke gronden we die gaan doen. En met welke informatie we die dan gaan doen. En nou, dan zou het natuurlijk leuk zijn als er tegen die tijd een of andere klokkenluider ons nog wat extra informatie kon bieden, zodat we nog wat scherper kunnen evalueren. Want ik schat in dat dat wel nodig zal zijn. Dus... ja, Nederland als spionagedoelwit. De IVD schrijft er allemaal hele ronkende dingen over. Be afraid, be afraid. Maar nog de IVD, nog het NCSC en de meeste andere clubs hebben na Snowden, en dat is ook inmiddels al 4,5 jaar geleden, een concreet plan gedaan. Oké, we weten nu dankzij Snowden dat al die technologie die we gebruiken eigenlijk onherstelbaar lek is. Dat is expres, dat gaat dus ook niet verbeterd worden. Landen als Oostenrijk en Japan, daar weten we van dat ze gewoon integraal onder een killswitch zijn geplaatst. Iran en andere landen ook. Van Nederland weten we het niet zeker, maar ja, als het voor Oostenrijk en Japan geldt, dan zal het bij ons ook wel zo zijn. En dat betekent dus dat inderdaad in Amerika mensen op knoppen kunnen drukken en dan zet je Nederland uit. En nou ja, onder Obama vonden we dat kennelijk allemaal wel oké, want iedereen weet dat het een hele lieve man is, die wel af en toe wat kinderen doodschiet met drones, maar verder zich netjes gedraagt. Met Trump hebben mensen al wat minder moeite emotioneel om het probleem te zien. Dus dat is dan wel het voordeel van Trump, zeg maar. Ik heb, ondanks wederom goede vragen van diverse parlementariërs de afgelopen 15 jaar, wederom waaronder Kees. Ja, er zijn wel eens wat ideeën voor verbetering geweest, maar die worden eigenlijk meestal genegeerd. En het is volkomen normaal in Nederlandse IT-overheidsprojecten om te zeggen, ja, er zijn natuurlijk commerciële belangen van een aantal grote bedrijven, by the way, meestal buitenlandse bedrijven, en er zijn belangen van de samenleving, en die moeten we dan balanceren. En iedere keer als ik dat een ambtenaar hoor zeggen, en ook heel serieus, dan krijg ik echt heel erg jeuk. Dan denk ik, hier gaat iets heel erg fout. Als je het op die manier verwoordt. Ja, ik zie ons dus ook geen goed onderwijs doen, zodat de mensen die zo meteen het internet opgaan een beetje weten wat ze aan het doen zijn, zeg maar. Ze mogen klikken in YouTube, maar iets leren over netwerken, dat doen we ze nog steeds niet. Terwijl een EU-rapport in 2000 dat al geadviseerd heeft. Dat was een goed rapport. Dus ja, wat we een beetje doen op de cyber-cybergebieden, dat is, we hebben heel veel grote brandwagens van de Hague Security Delta en zo. En die gaan dan heel hard naar de brand toe rijden als er een digitale brand is. En we hebben ook nog wat rookmelders en brandblussers. Dus bij een heleboel dingen, dat als die fik staat, dan gaat er iets gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk leuk. Maar wat je natuurlijk gewoon moet doen, als brand een probleem is, is niet steeds meer brandweerauto's kopen. Wat je moet doen, is mensen leren om niet te roken in bed. En eventueel moet je wat afspraken maken. Oh. Op dit moment bouwen wij veel van onze digitale huizen van het equivalent van balsahout gedrenkt in benzine. En ik ben daarover verbaasd hoe weinig grote problemen we eerlijk gezegd hebben, wetende wat er onder de motorkap allemaal gebeurt. Wederom, hier hoor ik ze bij de IVD nooit over. Ik hoor heel veel over repressie, ik hoor heel veel over reageren op dingen. Ik hoor nooit over, wat is nou ons 10-jaren plan deze grote zooi te fixen? We weten nu dat het een zooi is, we weten sinds de zomer van 2013 al dat het een zooi is. Eigenlijk weten we al sinds de zomer van 2001 dat het een zooi is, want toen waren hier al gedetailleerd rapporten over de voorlopers van al deze programma's. En als mensen dus ook tegen mij zeggen, ja, maar dat duurt wel 10 jaar om het te fixen, dan zeg ik ja. En daarom is het jammer dat in 2002 hier al kamermoties over waren, in 2007 de regering beloofd heeft het te gaan fixen. Het is nu 2018. En dus onze overheid heeft in 2007, een 100 miljard euro geleden, al beloofd dat ze dit zouden gaan fixen. En het is niet gebeurd. Dus ja, wederom, dit wekt allemaal geen vertrouwen. Dus ja, onze Amerikaanse vrienden die spioneren erop los.
voornamelijk voor economische en politiek-strategische doelen. De NSC heeft meer geld uitgegeven aan surveillance dan het BNP van veel landen op deze planeet. En het aantal gevangen terroristen is stabiel op nul. Toen Snowden uitkwam was de eerste claim 55, maar toen het Amerikaanse congres daadwerkelijk ging kijken, toen bleek al vrij snel dat het aantal voorkomen terroristische incidenten door alle Amerikaanse mass-surveillance was nul. Ik heb in Nederland ook weer in een vorige week een ander debat het getal van 200 gehoord in Europa. Ik heb geen enkele manier om als burger om dat te controleren. En helaas op basis van de recente geschiedenis heb ik ook weinig reden om aan te nemen dat dat soort getallen nauwkeurig zijn. Dus dat is een nadeel. Misschien wel veel ernstiger voor een land als Nederland. Hier in Utrecht zitten we net een beetje op de grens, maar ten westen hiervan is het onderzeeniveau. Dus klimaatverandering is voor ons echt wel een ding. En is waarschijnlijk een veel grotere existentiële bedreiging, zeker op iets langere termijn, dan terrorisme. Want dat is toch een statistisch en redelijk randverschijnsel. Hè? Dit is geen randverschijnsel, dit is vrij ernstig. En een van de redenen dat de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen mislukt in 2009 was omdat de Amerikaanse delegatie allerlei intieme dingen wist over andere delegatieleden van andere landen. En dat hadden ze gekregen van de NSC. En dit is een van de redenen voor elektronische mass-surveillance wereldwijd. Niet counterterrorism, daar gaat het helemaal niet over. Daar helpt het helemaal niet tegen. En by the way, het verminderen van terrorisme, er is heel weinig wat nog de Amerikaanse overheid, nog de NAVO, nog de meeste West-Europese landen hebben gedaan de afgelopen 20 jaar om terrorisme echt effectief te verminderen. Zoals we dat in de 20e eeuw wel hebben gedaan. Dus ja, de NSA maakte wapens om dingen te doen. Die verliezen ze vervolgens en dan gaan ze rondslingeren op internet. En hebben alle andere partijen ze. En ja, dan krijg je dus vervelende dingen. En dat hebben we vorig jaar gezien. Inmiddels zijn sommige van deze dingen ook alweer aan Rusland toegeschreven. Maar dankzij Wikileaks weten we dat de CIA al zijn cyberwapens zo bouwt dat ze altijd kunnen lijken op de cyberwapens van andere landen. En dus het enige verstandige wat je erover kan zeggen, iemand heeft een digitaal wapen gebruikt. In Engeland gingen er 40 ziekenhuizen plat. In Nederland een paar containerterminals. Echt serieus vervelend voor een land als Nederland. En we zullen waarschijnlijk nooit met zekerheid weten wie hierachter zat. Of wat de echte reden was om dit te doen. Als ik even nadenk over wie er belang bij heeft om dit te verstoren. Hè, dat je niet meer administratief weet welke containers waar zijn in de Rotterdamse haven. Nou, groot Mexicaans drugskartel bijvoorbeeld. Kunnen die zo'n virus maken? Absolutely. Hè, dat zijn multinationals met een miljardenomzet. Dus ja, die kunnen best iemand inhuren om dat te doen. Dus het gaat niet alleen maar om landen. Maar het gaat er dus wel om dat wij onze samenleving draaien op hopeloos lekker software en hardware die we kopen uit het buitenland. En waar onze overheid al obstinaat, 15 jaar na de eerste motie daarover, weigert om überhaupt te praten om er iets over te doen. Terwijl er nu wel gewoon echt dingen serieus stuk gaan. Dus dankzij Snowden weten we wat wel werkt. Dat is ook fijn. We weten dat er een heleboel stuk is. Maar sommige dingen die werken wel. En een van de dingen die wel werkt is goede encryptie met correct gebruik. En daar kan je je mee beschermen. Dus zolang het Nederlandse overheidspartij is toegestaan om jouw mail te lezen en andere dingen te doen, zijn er wat technische trucjes. Wat Rico eerder al zei, we zijn allemaal journalisten. Ik heb dit handboek in 2014 geschreven voor journalisten. Het is online als free e-book in 4 talen. Rico heeft van mij de laatste Engelse en Nederlandse versie gekregen. En iedereen die hem wil hebben, dat moet hier even op een piratensite gezet worden. Nou, Rico gaat hem herdistribueren. Dit is gewoon zeg maar een handboek persoonlijke digitale zelfverdediging. Ik gebruik dit om journalisten te trainen over de hele wereld, die vaak naar landen moeten die nog wat enger zijn dan Nederland. En daar zien we in de praktijk dat het redelijk werkt. En iedereen die dus een beetje meer privacy wil hebben, of heel veel meer privacy, ja, ga gewoon dit eens doorbladeren in een weekend. Je hoeft geen IT'er te zijn, het is geschreven voor gewoon iedereen en het is als een soort kookboekrecept, zeg maar. Klik daar, gebruik dit stukje software, doe dit, iedereen die kan dat. Een van mijn collega's, zoals ik al zei, was de technische directeur van de NSC, heeft veel van de infrastructuur ontwikkeld in de jaren 90 voor de systemen die ons nu allemaal bespioneren, iedere seconde van iedere dag. Daar zaten toen hele grote privacyfilters op. En die zijn er na 9/11 afgehaald. En daarom is hij toen ook met de klapperende deuren vertrokken. Daar is een documentaire over gemaakt en die kan je hier bekijken. En dit is dan ja, het verhaal uit de eerste hand van de mensen die het hebben gebouwd. En dat vind ik toch altijd nog het meest gedetailleerde en geloofwaardige verhaal. Dus iedereen die daar iets over wil leren, die moet deze ding. Ik heb deze informatie ook op mijn kaartje, als je dat wil hebben, om in papier mee naar huis te nemen. Dan moet je dat even mij aanschieten zo meteen. Dan krijg je hem als code van mij. Je kan hem net zo vaak bekijken als je wil. Tot zover. Dank voor jullie aandacht.